natuurlijk weer allemaal secteurs, ja, schuiving. Als onderdeel van die atelierroute exposeert u in het Stadsmuseum? Wij zijn nu in het Stadsmuseum, dus samen met Hans Bauma. En Hans heeft fotografie en ik ben bezig met de boekjes om mijn werk te verknippen en daar iets anders mee te doen, ja, dan op te hangen. Kunt u uitleggen wat uw werk precies inhoudt? En waar ik nu mee bezig ben zijn collages met fotografie. En collages. En in die foto's daar schilder ik weer in. En ik knip en ik plak. En daar maak ik dan boekwerken van, zoals die hier bijvoorbeeld liggen. Ik ben bezig met, ja, en notitieboekjes. Maar eigenlijk ben ik oud werk weer aan het veranderen in een andere vorm. De mensen begrijpen elkaar niet. Vandaar dat ik dus verschillende... Ik gebruik bestaand schrift en ik gebruik mijn eigen schrift. Maar ook mensen bij ieder woord... heb je een andere gedachte vaak. Dus dat, en ik probeer door kleur, probeer ik er weer wat harmonie in te krijgen. Dat is er ook nog even een Laparello, oftewel een harmonica boekje. En dat is ook tekst gedrukt op oud schilderij, in waar ik dan weer een harmonica boek van heb gemaakt. Wat vindt u zo leuk aan uw kunst? Nou, zo blijf ik van de straat. Nee, ik vind gewoon, ik kan niet zonder. Ik kan niet zonder, ik vind het gewoon heerlijk om te werken. En om steeds nieuwe dingen te ontdekken. En van het een komt het ander. Hangt er een werk waarvan u kunt zeggen, daar ben ik trots op? Ja, ik ben op alles trots. Waarom hebt u voor foto's gekozen als kunstvorm? Nou, ik fotografeer al sinds dat ik 8 jaar oud was. En ik ben eigenlijk al die tijd met tussenpozen ben ik met fotografie bezig geweest. En hoe meer je met fotografie bezig bent, hoe meer je ook ziet dat er een heleboel verschillende uitingsvormen mee zijn. Regendruppeltjes op het glas, de verkeerslichten worden erin weerspiegeld op alle mogelijke manieren. Het is een soort kaleidoscoop. En op het moment dat ik het fotografeerde, kon je natuurlijk niet weten dat waterdruppeltjes op dit moment ons hele leven eigenlijk heeft ontwricht. Prachtige krullen vormen eigenlijk heel erg barok. In dit geval niet gefilterd, maar met aanvullend licht wel verlicht. Eigenlijk is het een aaneenreiging van allemaal huizen en vormen en plekken waar je als bezoeker kunt zijn. Het verandert altijd. Het oogt een beetje als een stad, dan komt iets aanrollen. Dus ja, het is eigenlijk nooit vast. Het blijft altijd in beweging. Dat is belangrijk. In dit geval gaat het om cirkels, cilindervormen. En kubusachtige vierkanten, contrasten. Ik maak heel veel verschillende foto's, maar uiteindelijk heb ik gemerkt dat ik zelf, met name door ensenering, enorm getriggerd word. Dat wil zeggen landschappen en zogenaamd tabletop fotografie. Dus de sfeer waar je meemaakt. En dat vind ik heel belangrijk. Voor mij betekent de sfeer ook hoe je je voelt, een reflectie, of je thuis voelt, gelukkig voelt, of dat het misschien spannend is. We'll be right back.